Drukkerij Jobert is dit jaar 40-jarig bestaan eigenlijk. Dus het is ontstaan in het jaar 1975, in mijn geboortejaar. Dus de drukkerij is ja, in 40 jaar enorm geëvolueerd. Dus mijn pa is begonnen als typodrukker, dan later als offsetdrukker overgestapt. Bij ons kan je terecht van het kleine drukwerk tot het middelgrote drukwerk. Het grote segment is niet aan ons besteed, omdat wij niet over de machines beschikken om grote volumes en grote producties te gaan draaien eigenlijk. Dus, en de niche markt, wat wil ik daarmee zeggen, is ook vooral het randafwerking, vooral het lamineren, foliedruk, blinddrukken, letterpressdruk, de typodrukken die enorm terug in licht zit. Daar willen wij ons ook gaan op profileren, dat we toch het verschil kunnen maken met een gewone offsetdrukkerij, zeg maar. Want met gewoon puur offsetdruk kan je niet meer overleven, dag van vandaag. Heel vroeger dus, dan spreek ik nog 5 jaar terug, want voor multipress hadden we Print Plus. Maar daarvoor was eigenlijk alles nog met de hand calculeren, orderbons maken, dan de productieomgeving. En dan ja, werd dat in dozen gelegd en dan berekend en gefactureerd. Maar dat was allemaal handwerk. Vroeger ging dat nog omdat ja, die volumes kleiner waren en natuurlijk omdat we veel kleiner waren als bedrijf zelf. Dus was dat nog in de hand gehouden, maar naarmate de jaren evolueerde dat en kwamen er meer klanten bij. Dus werd dat moeilijker en moeilijker om dat nog in de hand te houden. En allee, kon je niet meer op tijd de calculaties aanleveren bij de klant, waardoor dan het gevoel hadden dat er toch wel klanten wegbleven doordat ze te lang moesten wachten op hun prijzen. Dus vandaar dat we dan de eerste stap gemaakt hebben naar Print Plus. Dus dat hebben wij 4-5 jaar gedaan, maar dat was een eenmanszaak. Dus die opvolging en die service was niet navenant, zeg maar. En Multipress hebben we enkele jaren ervoor dan leren kennen. En waren wel snel overtuigd van de kwaliteit, de service en ook de opvolging van alles. Het was redelijk professioneel in elkaar zat. Multipress heeft een heel team achter zich natuurlijk. Ook de marketing en communicatie vind ik heel mooi ogen eigenlijk van Multipress zelf. En toch wel, het zijn mensen die weten met wat ze bezig zijn en die je toch helpen wanneer het nodig is. Ook met de helpdesk is dat heel vlot en evident. Gewoon een keer bellen en via de telefoon kan er veel opgelost worden. Dus ja, het hangt goed aan elkaar allemaal binnen Multipress. Dus we zijn uitermate tevreden. Ik had wel het gevoel na enkele maanden dat er veel klanten toch wel meerdere offertes begonnen aan te vragen. En het gevoel had dat er toch wel meer werk binnenkwam, omdat alles vlotter ging. De planningmodule wordt ook gebruikt. Alle machines apart, voor toch een ongeveer een overzicht te hebben van wat er in de planning zit na uren en dergelijke meer. Het kan niet zijn dat alles tot op de minuut juist is qua tijdsschema. Maar we kunnen het toch wel heel goed in de hand houden. Iedereen weet 's morgens wat hij moet doen. En dat is toch ook wel een hele verbetering, zeg maar. Buiten vroeger alles op blaadjes schrijven en dergelijke meer, wordt nu gewoon alles de lijstjes afgeprint wat hun taken zijn om 's morgens weer op te starten. Dus dat loopt ook heel, heel goed. Onlangs is Manu langs geweest voor een offerte voor te stellen om ook pdf'en en dergelijke te kunnen controleren via Multipress. Maar naar de toekomst toe, omdat ja, enorm veel files binnenkomen die niet echt correct opgemaakt zijn, wordt dat volledig gescreend via Multipress. En kun je ook automatisch gaan uitbelichten vanuit Multipress naar de CTP, waardoor dat je toch terug een stap uitgeschakeld wordt. En ik zie ook dat Multipress ook bezig is, telkens opnieuw om nieuwe dingen te kunnen aanbieden naar de klanten, om nog functioneler en nog vlotter te kunnen gaan werken eigenlijk. Dus het is wel leuk op die manier om samen te werken.